Je bent een tovenaar, Harry. Een tovenaar. Bij de eerste film kregen wij geen viewing van tevoren. Dat is ook niet gebruikelijk. Wat je wel krijgt is een aantal beelden van de karakters die je moet casten. Dat heet een voice test kit. Dus je krijgt van elke rol die je moet casten een klein stukje film te zien. En daar moet de auditie op gedaan worden. Maar bij de eerste Harry Potter film, toen we het materiaal binnenkregen, was er eigenlijk niks te zien. Er was één groot zwart scherm. En in het midden van dat scherm zat zo'n klein vierkantje. En als je geluk had, kon je daar de mond zien van degene die aan het woord was. En daar moesten wij op nasynchroniseren. Soms was het beeld helemaal zwart. Dan hoorde je mensen gillen of schreeuwen of geluid geven. En dat moest je dan maar zo goed mogelijk nadoen. Maar je had geen idee wat er aan de hand was. Bijvoorbeeld de eerste keer dat Zwerkbal in beeld gebracht werd. Dat was super, super geheim. Dat mocht niemand zien. En terwijl je je voorstelde dat die leerlingen op hun bezemsteel door de lucht aan het vliegen waren, hoorde je allerlei kreten. En soms was er een verstaanbaar woord bij dat vertaald kon worden. Anders was het een A of een O. En dat moest je dan maar nadoen, terwijl je eigenlijk niet wist wat er aan de hand was. Dus we hebben echt met handen en voeten de eerste film moeten doen. Sorry about him. He doesn't understand what it's like lying there day after day, watching people press their ugly faces in on you. Can you hear me? We zijn in de tijd begonnen met een heleboel audities te doen, natuurlijk voor Harry. Ik denk dat we zo'n, nou toch al gauw 15 jongens auditie hebben laten doen. En uiteindelijk bleven er 3 over, omdat die al wat ervaring hadden in het nasynchronisatievak. En een daarvan was mijn zoon, die zijn eerste film insprak toen hij 7 was. Bij Maria Lindes, mijn lieve collega. En die had op dat moment dus al 4 jaar ervaring. Op zeer jonge leeftijd, hij was 11. Zoiets. Ik ben niet gekozen als het zoontje van de regisseur. Ik ben gewoon net als iedereen gewoon beoordeeld. En uiteindelijk door Warner Brothers gekozen uit 3 mensen. Toen werden de stemmen opgestuurd naar Engeland. En toen kwam daaruit als commentaar, wij vinden dat Trevor dat moet gaan doen. Heb ik daar zelfs nog een mailtje achteraan gestuurd van, weet je wel zeker dat je dat wil, dat je niet dat jongetje hebben? Nee, we zijn er heel erg zeker van, hij moet de rol gaan doen. Toen dacht ik, oké, dan kan ik rustig slapen nu. Dan is het niet meer het zoontje van de regisseur, maar dan is het echt die stem die gecast is. Let niet op hem. Hij weet niet hoe het is om daar dag in, dag uit te liggen en te kijken naar al die lelijke gezichten die naar je loeren. Jeetje, hoor je mij? Ja, je kijkt bij het casten naar het karakter. Je luistert naar de stem. En je probeert dan een stem daarbij te bedenken van een Nederlandse acteur of actrice die daar dichtbij in de buurt komt, of die in ieder geval hetzelfde soort gevoel overbrengt. En dat is in het geval van Hagrid heel goed gelukt, vind ik. Professor Pergamentus, professor Handeling. Geen problemen, hoop ik, Hagrid. Nee, meneer. Dit kleine mannetje viel in slaap toen we over Bristol vlogen. Maak hem maar niet wakker. Er komt altijd, als je de audities hebt opgestuurd, de voice testen hebt opgestuurd naar Engeland, krijg je die terug en dan staat er commentaar bij. Meestal staat er een omschrijving van, hij doet dit en dat en zus en zo goed. En er staat een aanwijzing van, deze stem heeft onze voorkeur. Misschien moet je alleen even hier en hier op letten. Bij Hagrid, toen die terugkwam, stond er 1 woord met een uitroepteken. En dat ene woord was wauw. Wauw. En toen zeiden ze er ook nog bij, we vinden dit geluid eigenlijk beter dan de stem van het origineel. Nou, dat is wel leuk om te horen. Ja.
sorry van die deur, hoor. Ja, ik was met een aantal scènes verschrikkelijk blij. Zoals de scène waarin Hagrid het hutje waar Harry dan verblijft binnenvalt. Met de deur in huis, letterlijk. En hoe hij dat gespeeld heeft, dat vond ik echt geweldig. Daar heb ik van genoten. Ik eis dat u onmiddellijk vertrekt. Dat valt hier zomaar binnen. Ach, hou je kop toch, zei het. Nou, die Steen der Wijze, dat was geloof ik de eerste film waarin ik Hagrid nasynchroniseerde. Vind ik dat de leukste film. Waarschijnlijk omdat ik er ook heel groot in zat. Maar er gebeurden ook leuke dingen en ja, dat vond ik leuk om te doen. Ja. Hoe weten jullie van Pluisje? Pluisje? Dat ding heeft een naam? Hij is van mij. Vorig jaar gekocht van een Ierse kerel die ik uit de kroeg ken. Hij bewaakt voor Perkamentus de... Oh, had ik niet mogen zeggen. Niks meer vragen. Geen vragen meer stellen. Het ligt een eind van je af natuurlijk. Maar dat is voor acteurs ook leuk om datgene te spelen wat een eind van je af ligt. En ja, het is leuk om dat op jouw manier in te vullen. En ja, ik mag wel zeggen dat ik daar zelf ook tevreden over ben. Ik vind dat ik dat goed gedaan heb. Ja, luister eens naar me. Jullie alle drie. Jullie bemoeien je met dingen die jullie niks aangaan. Dat is gevaarlijk. Wat die hond bewaakt, gaat alleen professor Perkamentus aan en Nicolas Flamel. Had ik niet mogen zeggen. Had ik niet mogen zeggen. Toen ik de eerste film zag en ik zag Hermelien voor de eerste keer, toen dacht ik van... Oh jee, hoe krijgen we dat goed? Want dat mens is zo expressief in de manier waarop ze praat. Met mimiek. Daar hebben we een meisje voor gevonden die dat geweldig gedaan heeft. En het leuke was ook, op het moment dat ze achter de microfoon ging staan, dan werd ze Hermelien. Dat kon je zien, dat kon je horen. Dat kon je merken aan de manier waarop ze acteerde. Dat was prachtig om te zien. Ik was eigenlijk pas net begonnen met nasynchroniseren van de film The Grinch, was dat geloof ik? Ja, The Grinch, dat was de eerste rol. En toen eigenlijk al heel snel kwam bij Sun Studios het verhaal van Harry Potter op tafel. En toen, net als Trevor, je gaat gewoon een stemtest doen. En uiteindelijk wordt dat opgestuurd naar Warner Bros. En daar leggen ze volgens mij echt de stem van je karakter over jouw eigen stem heen. Dus dan kijken ze in hoeverre je stem overeenkomt met elkaar qua hoogte. En ik had ook wel een goede Gooise R toen ter tijd. Ik hoop dat dat er iets minder is. En Hermelien heeft natuurlijk een echt Brits accent. Dus in die zin kwam dat ook mooi overeen met elkaar. Was dat wel een echte spreuk? Want dit was niet wel soeps, hè? Ik heb natuurlijk zelf ook een paar makkelijke geprobeerd, maar die werkte wel. Bijvoorbeeld. Oculus Reparel. Dat is beter, vind je niet? Ron werd in de eerste film ingesproken door Phil Romy. Die is helaas overleden, dus daar moesten we iemand anders voor zoeken. Je snapt het, hè, Harry? Als ik mijn volgende zet doe, zal de koningin me slaan. Dan kun jij de koning schaakmat zetten. De jongen die als eerste Ron Wemel insprak, die is overleden op 16-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk heel, heel heftig. En voor mij was het daarom ook een soort van beetje, ja, half... Natuurlijk ook wel echt heel leuk, maar ook wel weer een beetje... Het voelde een beetje vreemd of zo, dat wel. Ja. Hallo, Harry. Ron? Fred, George, wat doen jullie hier? We komen hier redden natuurlijk. Nou, kom op, pak je koffer. Welcome to Hogwarts. Now, in a few moments you will pass through these doors and join your classmates. But before you can take your seats, you must be sorted into your houses. Maggie Smith is natuurlijk een prachtige actrice. Dus daar heb je wel wat aan dat zij het doet. Maar je neemt niet echt dingen over
Maar je ziet haar acteren, dus de intentie die zij heeft, die neem je wel over natuurlijk. Welkom op Zwijnstein. Goed, jullie gaan zo meteen door deze deuren naar jullie medeleerlingen. Maar voordat jullie gaan zitten, worden jullie verdeeld over de afdelingen. Je hebt Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw en Zwadderich. De eerste keer dat je het doet, ben je natuurlijk aan het zoeken. Hoe is het en wat? Hoe geef ik haar gestalte? Maar je hebt een regisseur en die zegt, ja, zo is het goed. En als je het volgende deel krijgt, dan ja, langzaam word je als het ware die professor Anderling. Dus dan hoef je niet meer na te denken, hoe zal ik het doen? Dan doe je dat gewoon. We gaan onze spullen wel pakken. Meneer Wemel, wat staat u te wauwelen? We worden toch van school getrapt? Niet vandaag, meneer Wemel. Maar ik wil benadrukken dat jullie toch wel een ernstig vergrijp hebben begaan. Ik schrijf jullie ouders vanavond nog. En jullie zullen gestraft worden. Ze was een hele strenge lerares. En ja, je hebt het gevoel dat ze meedogenloos is bijna. Hè? Zo streng. Maar ook daar zit weer toch dat... Dat zachte achter verborgen. Paula Major is een geweldige actrice die professor Anderling fantastisch heeft neergezet. Net een beetje geaffecteerd en dat kraakje af en toe in de stem. De boosheid, de humor, de droogheid die Anderling af en toe heeft, kon ze perfect neerzetten. Voelde ze ook perfect aan. En het is een geweldig mens om mee te werken. Steen wordt bedreigd. Beman uw posten. Bescherm ons. Vervul uw plicht voor onze school. Die spreuk heb ik altijd al eens willen gebruiken. Ja, ik was iedere keer weer blij als het weer... Als ze zeiden, er komt er weer een. En dan is het ook later leuk als je met je collega's het eindresultaat gaat bekijken natuurlijk. Heel leuk. En wat natuurlijk op mijn leeftijd leuk is... Als mensen zeggen, doe je nog iets? Dan zeg ik, ja, ik heb pas nog met Harry Potter meegedaan. Voordat we beginnen, wil professor Perkamentus jullie even toespreken. Ik heb een paar mededelingen aan het begin van het jaar. De eerstejaars moeten weten dat het Donkere Bos verboden terrein is voor alle studenten. Wim van Rooij voor Perkamentus was een geweldige keuze. Hij heeft een prachtig, mooi, doorleefd stemgeluid. En was ook een zeer fijn mens om mee te werken. Ik was even bang dat hij vervanger zou worden in de cyclus. Omdat op een gegeven moment Richard Harris, die eerst Perkamentus speelde, overleed. Maar in samenspraak met Warner Brothers hebben we toch besloten om dezelfde stem voor Perkamentus te handhaven. Gewoon omdat hij zo prachtig was, omdat hij het zo goed deed. Omdat hij zo goed klopte bij dat figuur. Ik heb mezelf altijd geprezen om mijn welsprekendheid. Woorden zijn naar mijn onbescheiden mening een onuitputtelijke bron van tovenarij. Ze zijn zowel in staat om te verwonden als te genezen. Maar in dit geval zou ik iets willen wijzigen aan mijn originele tekst. Hulp wordt op Zwijnstein altijd geboden aan hen die het verdienen. Het is dus waar wat ze zeiden in de trein. Harry Potter zit op Zwijnstein. Dit zijn Korzel en Kwast. En ik ben Malfides. Draco Malfides. Malfides is vilijn, arrogant, cynisch... Maar ik denk diep van binnen dat hij best wel onzeker is. Maar dat overcompenseert hij door zijn gedrag. En het zich afzetten tegen eigenlijk de Harry Potter en de goede, zeg maar. En ik denk dat het best wel een product is van zijn omgeving. Want op een gegeven moment maak je natuurlijk kennis met zijn ouders en met zijn vader. En dan
blijkt eigenlijk dat hij natuurlijk gevormd is door zijn ouders en door zijn achtergrond. Dus hij kan er niet altijd wat aan doen dat hij is wie hij is. Maar het is gewoon niet zo'n leuk ventje. Vond je wel leuk zeker, hè, Potter? De beroemde Harry Potter. Zelfs als je een boek koopt, sta je op de voorpagina. De leukste scènes die je doet als Draco zijn de scènes waarin je eigenlijk het fenomeen Harry Potter, waar iedereen zo enthousiast over is, helemaal onderuit haalt. Dus of het is met een spreuk, of het is met een venijnige opmerking. Ja, dat vind ik het leukste om te doen. Om even te laten zien dat je niet alleen maar heel enthousiast kunt zijn over een bepaald persoon, maar dat je ook even kan laten zien van nou, zo leuk is het allemaal niet. Ik zal het je even laten zien. Dat is te gek, want daardoor breng je het publiek ook even op, misschien op twee gedachtes, want ze moeten op een gegeven moment natuurlijk wel voor Harry Potter gaan kiezen. Maar stiekem hoop ik natuurlijk dat ze denken, nou, die draak was ook wel tof. En dat vind ik leuk aan de reacties die ik nog steeds krijg, dat heel veel mensen dat ook zeggen van, ah, het was echt een vet karakter. Terwijl het natuurlijk best wel de bad guy was. Maar ja, bad guys zijn vaak nou eenmaal best wel leuk om naar te kijken en dus ook om in te spreken. Beetje gespannen, Potter? Mijn vader en ik hebben gewed, weet je? Ik denk dat jij het geen 10 minuten volhoudt. Ik heb geen bescherming nodig. Hij heeft me hiervoor uitgekozen. Van iedereen koos hij mij. En ik zal hem niet teleurstellen. Je bent bang, Draco. Je probeert het te verbergen, maar het is overduidelijk. Laat me je helpen. Nee. Ik kan me echt herinneren, dat heb ik niet vaak gehad, dat ik die film insprak en ik echt het gevoel had dat ik daar op die filmset stond te spelen. Weet ik niet, er hing een soort van magische sfeer in de studio al, waardoor het voor mij heel makkelijk werd en waardoor ik me ook heel veilig voelde om dat op te zoeken, zeg maar, in mezelf, waarvan ik van tevoren niet wist dat ik dat kon. Draco, jaren terug heb ik een jongen gekend die altijd voor het verkeerde koos. Laat mij je helpen. Ja. Ik hoef uw hulp niet. Begrijpt u het dan niet? Ik moet dit volbrengen. Ik moet u vermoorden. Of hij vermoordt mij. Van Ronald moet ik vertellen dat Simon tegen hem zei dat Daan weer hoorde van Parvati dat Hagrid naar je zoekt. Is dat zo? Nou, je... Wat? Op een gegeven moment groei je in zo'n rol. Zoals ik net al vertelde, als Evelien ging staan, dan werd ze Hermelien. Dan was ze Hermelien. En dat gold voor Trevor ook. Die had zich zo... kunnen identificeren met die figuur Harry Potter. En ook de manier waarop hij in de film acteerde. Hij had, weet ik nog, af en toe hele scènes waarin hij moest klimmen of alleen maar geluid moest geven. En dan zei ik wel eens tegen de technicus van, zet hem maar in opname, dan gaan wij koffie drinken. Hij hijgt en kreunt het wel vol. En als we terugkomen, dan zetten we het een klein stukje terug en dan is het spatzink. En dat was meestal ook zo. Deel 2 moet hij overal opklimmen en dan is hij gewoon minutenlang aan het klauteren, dus dan sta je ontzettend te hijgen en te kreunen achter die microfoon en elke beweging van Harry aan het volgen. Dat is ook leuk en uitdagend om te doen. Ik vind het altijd heel leuk om die bangige scènes te doen, dus een beetje dat... waarom is het nou altijd volg de spinnen en niet volg de vlindertjes? Weet je, dat hij wordt gewoon altijd... wordt hij gewoon heel snel als eerste bang van, en dat vind ik wel echt, ik weet niet, ik hou heel erg van dat deel van zijn rol om in te spreken, zeg maar. Dat past wel een beetje bij me. Kom mee. Wat? Je hebt Hagrid toch gehoord? Volg de spinnen. Maar die gaan het donkere bos in. Waarom spinnen? Waarom niet gewoon volg de vlindertjes? Ja, wat ik ook leuk vond aan Hermelien, de scènes waren echt de typische Hermelien-scènes. Dat je echt denkt, oh, hoe... Tuurlijk zeg je dit zo. Dat is zo leuk om dat te zien. Volgens mij is dat in de eerste film dat ze zegt, stop. Zo steek je nog iemand een oog uit. Bovendien zeg je het fout. Het is Leviosa, niet Leviosa. En zo bedweterig, maar zo op zo'n leuke manier. En dat vond ik altijd heel leuk om te doen. I know you. You're nearly headless Nick. I prefer Sir Nicholas, if you don't mind. Een van de voordelen als je regisseur bent en ook kunt inspreken, is dat je af en toe stiekem een rolletje in kunt pikken, zeg maar, voor jezelf.
Ik heb dat in de eerste Harry Potter film gedaan bij de rol van haast onthoofde Henk. Want die werd gespeeld door een van mijn favoriete Monty Python acteurs. En toen dacht ik van, die is voor mij. Ik ken u. U bent haast onthoofde Henk. Ik prefereer heer Hendrik, als ik het zeggen mag. Haast onthoofd? Hoe kun je nou haast onthoofd zijn? Nou, kijk. Wij doen niet aan hersenloos stokgezwaai of malle bezweringen in deze les. Zodoende verwacht ik niet dat velen van jullie de subtiele wetenschap van het toverdrankbrouwen zullen waarderen. Die figuur, professor Snape, ja, dat was interessant. Vond het leuk. Ik heb dat ook eindeloos moeten doen voor kinderen, zeg. Daar had ik, omdat het niet cartoonesk was, kon ik. Ik had maar een paar elementjes die je kon gebruiken, hè, de S. Het onderkoelde van die man, wat toch heel vilijn was ook, dat vond ik hartstikke leuk. En ik kijk altijd naar de ogen die, zeker in, maar ook in de cartoons, in de live action, zeggen de ogen vaak meer dan de monden. Hè? Dus ik vond het altijd leuk om te doen. Jullie zijn gezien! Door maar liefst 7 dreuzels. Hebben jullie enig idee hoe ernstig dit is? Onze wereld had wel ontdekt kunnen worden. En dan zeg ik nog niks over de schade die jullie hebben aangericht aan een beukwilg die hier al stond voordat jullie waren geboren. Nou, professor Snape, die had ons bijna kapot gemaakt. Stilte! Ik ben wel ermee opgehouden. Met de derde film heb ik niet gedaan, omdat ik dat niet wilde. Ik vond de studiotijd die afgemeten wordt, met de opmerking erbij van, jij bent heel snel, dus er staat 1,5 uur voor, vond ik niet in overeenstemming met het kaliber van de rol, waarvoor je ook natuurlijk audities voor moet doen. En er is eindeloos over van wie wordt het? Nou, ik werd dan professor Snape. Heb ik ook heel goed gedaan. En toen had ik uiteindelijk het voorstel van laat die studiotijd die ervoor afgemeten is dan staan. En ik zeg, ik wil dan €300 voor de rol. En toen was het al gauw uit Engeland. Oh, is de talent making problems. Even zien. Rood haar, geen bijster slimme blik. Slordig, tweedehands boek. Jullie zijn vaste wemels. Ik ben voor Harry Potter gevraagd om een stemtest te doen. In eerste instantie voor Malfides, die in de tweede film begon. De rol begint daar althans in. En ik ben daarvoor aangenomen. En ik heb in de derde film gevraagd om Snape te gaan doen. En daar heb ik ook een stemtest voor moeten doen. En ook dat is geaccepteerd. En toen heb ik niet meer Malfides gedaan. Dus ik heb alleen Malfides in de tweede film gedaan. En daarna heeft ze Harry Bruins hem gaan doen. En ben ik doorgegaan met Snape. Philip heeft professor Snape gedaan. En gooide zich daar 120% in. Snape was lastig om na te synchroniseren. Omdat Alan Rickman, die het in Engels doet, wat trouwens een van mijn all-time favorite actors is. Geweldige acteur. Die heeft ook een hele uitgesproken manier van acteren en heeft pauzes, laat pauzes vallen op momenten dat je het misschien niet eens bij 3 zou verwachten. En daardoor wordt de dramatiek die hij teweeg brengt vele malen vergroot. Hij weet dat feilloos te doseren. Het is een truc van meneer Alan Rickman om op onverwachte momenten wending in zinnen te maken. Dus hij heeft een soort van monotone manier van praten. Door zo'n rare manier van pauzes maken in de zin word je er steeds toch bijgetrokken. Word je aandacht steeds weer opnieuw geattaqueerd, kan ik zeggen. En dat maakt het heel bijzonder. Dat maakt hem dus een heel rare iemand. Maar het maakt het ook heel moeilijk om zo'n natuurlijke nasynchronisatie stroom te vinden als je als acteur dat moet volgen. Pardon meneer, maar waar is professor Lupos? Dat gaat jou niets aan, of wel, Potter?
Laat ik zeggen dat de professor zich momenteel te ziek voelt om les te geven. En ga nu naar pagina 349. Alan Rickman beweegt nauwelijks zijn lippen en in zijn gezicht gebeurt heel weinig als hij speelt. Er gaat alleen maar dreiging van zijn figuur uit. Maar qua expressie is er niet heel veel te zien. Het is vrij doods hoofd wat je steeds in beeld krijgt. En de mond beweegt ook heel minimaal. En dan tussen die tanden worden die vaak toch wel heel dreigende teksten door een prachtig gezegd. En om dat effect te krijgen is heel erg lastig. Potter, waarom hang jij 's nachts rond in de gangen? Slaapwandelen. Ongelooflijk hoe jij op je vader lijkt, Potter. Hij was ook verschrikkelijk arrogant. Ik ga lager in mijn stem. En er zit wat minder melodie in. Het is meer een geluid. En het gevaar daarvan is dat je energie kwijtraakt, terwijl die man wel energiek is. En als ik het zo doe, dan voel ik ook dat ik te weinig energie heb. Er moet toch een soort dreiging steeds vanuit gaan. Dus het zit hem in de diepte en de dwang waarmee hij dingen zegt. En dat kan ik niet zo snel maar oproepen eigenlijk. Dat zit wel daar in mijn stem ongeveer. En dat dan meestal ook nog naar binnen verstilt. Kom hem de tekst maar bij me halen. Zo'n manier van spelen was het eigenlijk. Heb je bewijs? Ik weet het gewoon. Je weet het? Gewoon? Ik sta opnieuw paf van jouw gave. Een gave waar stervelingen als wij slechts van kunnen dromen. Hoe groot moet het voelen om de uitverkorene te zijn? Ik heb steeds, voordat ik aan een film uit de Harry Potter-cyclus begon, heb ik steeds het boek minimaal 2 keer gelezen. Zodat ik bekend was met het verhaal en ook genoten heb van de vertaling van het boek. Ik heb wel van tevoren meestal het boek gelezen. Omdat ik het gewoon leuke boeken vond. En leuk vond om te zien wat ze in het boek anders deden en in de films dan overpakten of wat niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt de boeken heb doorgenomen of gelezen. Ik heb er eentje, heb ik er wel gelezen ooit. Maar ik ben niet zo'n lezer. Ik ben echt film vind ik veel leuker. Dus wat dat betreft is het ook, past het wel. En ging ik met een beetje een soort clean mind ging ik erin. Wij hadden de luisterboeken. Dus als we dan op vakantie gingen met het hele gezin, was in de auto gelijk luisterboek aan. En hebben we eigenlijk de hele vakantie met z'n vieren, het hele gezin, het Harry Potter boek gelezen. En mijn broer Max, die sprak ook een rol in Harry Potter. Marcel Lubbermans. Dus het was ook een ding in de familie om dan ons voor te bereiden op dat inspreken. Gingen we met z'n allen dat boek luisteren en ja, raden wat er dan in de film kwam en wat niet. Dus ik heb van tevoren wel altijd de boeken gelezen, ja, of geluisterd dan. Ja, we hebben zoveel mogelijk altijd het boek aangehouden tijdens de opnames van de film. Als er twijfel was, dan lag dat boek, het betreffende boek lag als een soort bijbel in de studio. Als een soort naslagwerk, van als er even twijfel was van, wat was dat ook alweer? Even nakijken gauw, even in het boek, oh ja. Als achter de handje. Dus het boek was wel leidraad, absoluut. Een van de basisvaardigheden van elke tovenaar is levitatie. Of de kunst om voorwerpen te laten vliegen. Hebben jullie je veren? Dan hadden ze les en dan moesten ze leren zweven. En dat was echt zo'n oude, zo'n tovenaar met zo'n soort stem. En met een baardje en hoot, 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 hoot. En daarvoor dacht hij, oh ja, dat moet Reiner doen. En toen kwam hij nog een andere figuur tegen. Oh ja, dat kan Reiner ook doen. Want ik heb geloof ik twee of drie rollen gedaan. En, maar het begon bij die oude leraar op die school van Harry Potter. Met dat een beetje maf oud mannetje. Bijna wel cartoonesk. Mooi. Oh, en denk aan de uitspraak. Wingardium Leviosa. Probeer het maar eens. Wingardium Leviosa. Ja, dat weet ik nog. Dus dat was leuk. Ja. Je weet misschien niet meer dat je me... Dat ik je naar je kluis heb gebracht bij je eerste bezoek aan Goudgrijp.
Zelfs zonder kobolden ben je beroemd, Harry Potter. Je hebt de elf begraven. Ja. En mij hier gebracht. Je bent een opmerkelijke tovenaar. Live action is eigenlijk weer iets heel aparts. Want als je zelf heel erg gewend bent om gekke stemmetjes te maken, dat is het eerste wat je moet laten bij live action. Dan moet het zijn dan namelijk echte mensen. Dan moet je niet een oud mannetje zo gaan doen. Hè? Dus dan moet je vooral van het cartooneske wegblijven en ook dat overacting terugnemen. Nou was het bij Harry Potter zo, dat zoals dat oude mannetje wat ik net zei, die tovenaar, had wel iets cartoonesk. Dus toen kon ik me veroorloven om het een beetje op die manier te doen. En dat gold ook voor die kobold, voor die dwerg. Maar over het algemeen, hoe reëler de personages worden, zichtbaar als mens, hoe reëler de stem moet worden. Je begrijpt natuurlijk wel dat we je weet wel niet tegen kunnen houden. Maar we kunnen hem wel ophouden. En zijn naam is Voldemort, Filius. Dus noem hem ook maar zo. Want hij zal je toch wel willen vermoorden. Nee, dat vind ik dat Edward Rekers heeft dat heel goed gedaan. Ik vind het niet overdrevener dan het Engels. De Harry Potter films. Ah, Harry, my boy, is beginning to worry. We've got someone with us, I see. Ron Weasley, sir. But I'm dead awful at potions. A menace, actually, so I'm probably just... Nonsense, we'll sort you out. Any friend of Harry's is a friend of mine. Get your books out. Ik moest in de Half-Blood Prince van Harry Potter moest ik Jim Broadbent nasynchroniseren. Dat was een tovenaar die weer op school werd gevraagd. En zijn en mijn stem lijken ontzettend op elkaar. Hij heeft ook dat grote bereik. Hij kan ook heel hoog en heel laag. Ah, Harry, mijn jongen, ik dacht, waar blijf je? Wie hebben we meegenomen? Ron Wemel. Maar ik ben heel slecht in toverdrank. Verschrikkelijk, dus ik kan beter... Onzin, dat komt wel goed. Een vriend van Harry is een vriend van mij. Pak je boeken. Pardon, meneer. Ik heb nog geen boeken. En Ron ook niet. Dat maakt niet uit. Pak maar uit de kast. Die Slughorn, dat was zo ontroerend. Vooral de scène als hij met die grote, die Hagrid, zit hij dan, hebben ze gepimpeld. En dan zit hij te vertellen hoe de moeder van Harry Potter, hoe die dood is gegaan. En dan is hij helemaal... is hij helemaal weg. Ja, en dat is zo, was zo... Hij zei iets met... Poep. Poep. En wat hij daar deed... Ja, briljant. Het blad was afkomstig van een lelie. Je moeder. De dag dat ik beneden kwam. De dag dat de kom leeg was. Was de dag dat je moeder. Je krijgt materiaal binnen van de film. Het ruwe materiaal. Dat wil zeggen dat de film nog niet af is. Op het moment dat je hem krijgt. Dat er een heleboel dingen die nog langs de afdeling special effects moeten, nog niet zijn ingevuld. De dialogen meestal wel. Dus dan kun je aan de slag. Het gebeurt wel eens dat in de loop van een productieproces dat je al aan het nasynchroniseren bent. En dat er in het uiteindelijke materiaal, het definitieve materiaal, ineens een scène zit die er eerst niet in zat. Of dat er, wat ik ook een keer gehad heb, dat er een bepaalde scène is die er nog steeds in zit, maar ze hebben gekozen om daar een andere take voor te nemen. Dus dan klopt je hele nasynchronisatie klopt niet meer. Dat moet je dan overdoen. Het gave ervan is dat je ook al de film te zien krijgt voordat die echt af is. Dus je ziet heel veel nog greenscreen en dat soort dingen. En de halve computereffecten, weet je, afgeplakt en dingen. Dus dat is vooral echt het gave ervan. En eigenlijk krijg je niet zozeer de film zelf mee. Want dat moment, dat heb je echt pas als je hem voor het eerst ziet. Dan pas snap je alles wat je hebt ingesproken. Ja. En snap je, tenminste ik, echt het verhaal wat er nou echt even helemaal, zeg maar. Ja. Ook omdat ik de boeken niet helemaal had gelezen. We staan natuurlijk ook niet met elkaar in de studio. Je staat alleen.
Dus je gaat eigenlijk alleen naar de scènes die jij zelf inspreekt, waar je karakter in zit. Dus als jij in het laatste deel van de film helemaal niet meer voorkomt, dan ja, weet je ook niet hoe de film verder afloopt. Dus uiteindelijk was het wel leuk om met z'n allen dan op het einde de film te gaan kijken. Dan zie je pas echt dat het is geworden. Mm. Ja, tegen wie je nou eigenlijk echt praat, de hele tijd. In plaats van Dobby als rood bolletje op een stok. Ja. Dat een soort focuspunt was voor de Engelse acteur. En dan, ja. Dan moet jij zelf ook zeg maar tegen een rood bolletje spelen. Ja. Het is wel leuk als je, om dat dan inderdaad te zien als dat af is. Harry Potter. Such an honor it is. Who are you? Dobby, sir. Dobby the House Elf. Ik raakte betrokken bij de nasynchronisatie van de Harry Potter films toen Edward Rekers op het idee kwam, de regisseur van de Harry Potter serie, om mij Dobby te laten doen. Ja, ik ben natuurlijk iemand die in de loop der jaren een aantal gekke hoge stemmen heeft gedaan, kwik, kwik en kwak. Dus mensen komen bij dat soort wat meer bizarre stemmen al gauw op het idee om mij te vragen. Ja! Harry Potter! Het is me werkelijk een eer. Wie bent u? Dobby, meneer. Dobby, de huiself. Voor zover ik me kan herinneren kwam mijn klankkleur van wat ik ervan maakte van Dobby behoorlijk dicht bij Toby Jones, bij het origineel. Dat was ook zo'n fragiel stemmetje. En ja, ik heb wel even zitten zoeken totdat ik hem had, maar op een gegeven moment hadden we iets van yes, nu zitten we echt heel dichtbij en dat moet hem worden. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar dit is voor mij niet zo'n goed moment om een huiself op mijn kamer te verstoppen. Oh ja meneer, Dobby begrijpt het. Het is alleen, Dobby komt u vertellen, het is moeilijk, meneer. Dobby weet niet waar die moet beginnen. Ik deed zoiets van, Harry Potter mag niet terugkeren naar Zwijnstein, meneer. Dobby heeft van uw grootsheid gehoord, maar nooit heeft een tovenaar hem gevraagd te gaan zitten. Als een gelijke. Dobby vind ik sowieso een van de leukste karakters uit de cyclus. Ik weet ook nog, de eerste keer dat ik de sterfscène van Dobby zag, was ik echt tot tranen toe geroerd. Dat was zo'n prachtige scène en die heeft Bob van Houwen zo mooi gespeeld ook. Zo echt zo integer. Dat was echt een van de meest indringende scènes die mij bijgebleven zijn. Ja. Hij is... Help me! Een prachtige plek om met vrienden te zijn. Dobby is heel blij dat hij bij zijn vriend is. Harry Potter. De scène in deel 7a waar Dobby doodgaat op het strand vond ik echt hartverscheurend om te doen. En het is eigenaardig, want je kijkt naar een 3D-animatie, maar dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van de Harry Potter films, zo verbluffend goed te doen, dat tijdens het inspreken van die scène we allemaal met de tranen in onze ogen zaten. Het is echt ontroerend. Het is zo mooi gedaan. En ja, oké, je zit daar om die stem te geven, maar je verplaatst je ook in het moment. En dat is heel raar, het grijpt je toch bij je strot. Ik zou niet één film op kunnen noemen van de 8 waarvan ik zou kunnen zeggen die is het beste of die is het leukste. Of... Nee, ik geloof niet dat ik dat zou kunnen zeggen. Nee, ik vind het een indrukwekkende cyclus. Ik heb laatst nog weer een stukje teruggezien van film 1. Met al die kleine piepstemmetjes van die jonge kinderen nog. Dat is hartstikke leuk om weer terug te zien. En ja, ik kijk er met ongelooflijk veel plezier en dankbaarheid op terug. Als ik terugkijk op de Harry Potter films, dan ja, het is een geweldige ervaring geweest. Waar we het net ook over hadden, als je 11 jaar bent, dan heb je geen idee wat je staat te wachten en dat het zo leuk wordt. En dat je
uiteindelijk alle films mag doen. Over zo'n lange tijd met leuke mensen. Dat heb je eigenlijk niet vaak, dat er zo'n filmreeks is waar je 7 keer of zelfs 8 keer op rij aan meedoet. Die bestaan er gewoon. En het werd natuurlijk zo populair ook, zo'n groot fenomeen, zeg maar. En alles wat er nog bij komt, de games ook en zo natuurlijk. Er moeten ook allemaal stemmetjes onder. Edward en Eddie die hebben mij letterlijk zien opgroeien in de studio. En ik heb hen grijzer zien worden in de studio. Maar dit is te gek om die reis met elkaar te maken. Omdat het eigenlijk elke zomer, volgens mij de meeste films zijn rond de zomer opgenomen. Elke zomer dat ik weer gebeld werd, dacht ik weer van yes, we mogen weer. En dan pakt je gewoon weer het op waar we het jaar of de 2 jaar daarvoor waren gebleven. Dat is fantastisch om dat met diezelfde mensen te kunnen doen. Dat is heel bijzonder. Ik weet nog, het was een afscheidsfeestje na de laatste Harry Potter film die we gedaan hebben. De 7 deel 2, zeg maar, dus de 8e film. En toen kwam Evelien met een grote bos zonnebloemen naar mij toe. Zij was inmiddels 22 toen we de cyclus afsloten. En ze was op 11-jarige leeftijd begonnen. En ik kreeg 3 dikke zoenen van haar. En ze zei, dankjewel voor de helft van mijn leven. Dat vond ik wel heel bijzonder. Vond je dit een leuke aflevering van Stemmen van Toen? Vergeet hem dan niet te liken, een reactie achter te laten. En vergeet hem niet te delen met je vrienden. Snode plannen uitgevoerd. Nox.